Strijders, welkom bij een nieuwe video. En wat voor video? Tijd voor Elite Rewards met dat jog. Geen Elite 1 helaas, we kennen het verhaal. 30ste pot verloren. Zit jij nou weer te lachen, jongen? Ja, nee, ik dacht van dat je ging zeggen van Elite 1 Rewards, maar inderdaad. Nee, cool. Waarom zou ik dat zeggen? Ja, nee, ik dacht dat je het ging zeggen, omdat het zo standaard is dat je het zo... Oh, zo. Nee, helaas niet. Ik wil het er ook niet over hebben. Maar kijk, jongen, ik heb een nieuw team, hè? Zo, wat een geks, hè? Wacht even hoor. Je hebt Robben. Wacht even. Ja, die had ik al. Weet ik. Alleen, waar is nou mijn nieuwe vedette? Waar is die? Ja, dan moet het even... Maar waar gaat hij spelen dan? Ja, geen idee, joh. Linksback? Ik weet het ook niet. Ja, ik kan denk ik overal wel. Mooi toch? Kijk, alleen die Granata moet natuurlijk weg. Ja, die gaan we daar neerzetten, jongens. Dat is nog de vraag. En Pelé ga ik misschien ook verkopen. Ja? Even nadenken. Pelé, jongen. Ja. Zo'n verdette. Dat is wel 5 miljoen. Eigenlijk moet ik gewoon 2 man met 5 sterren weakfoot even erin knallen. Die daar ook nog eens passen. Of bijvoorbeeld... Ja, nee. Misschien Cruyff. Ja. Misschien. Ja. Of, tja... Ja, er zijn er weinig. Ja. Je hebt geen bijzondere kaart van Neymar of zo helaas. Nee, inderdaad. Dat is zonde. Ik wil ook geen fouten meer. Ik wil gewoon lekker inderdaad wat je zegt, zo'n bijzondere kaart of zo. Dat is leuk. Ja, dat boeit me ook niet echt, maar... Nee, ja, je kan ook een normale Neymar nemen. Dat is toch minder leuk. Ja, nou ja. Ik ga er nog even over nadenken. Maar dit is in principe het geraamte van ons nieuwe team. Vette, ik ben blij dat we weer samen opnemen. Vorige week hebben we dat even gemist. Zeker. Ja, joh, jij maar bent het is druk, nu gewoon jongen. Tijd. Ja, ja, dat, ja. Dat is het. Ja, gelukkig. Weet je wat het is? Echte vrienden, die weten elkaar altijd weer te vinden, ook als het even een keertje niet lukt. Precies, dan weet ik het, jongen. Dan weet ik gewoon weer dat ik een beetje moet wachten. Word ik gewoon weer onderdeel van de video. En dan gaan we die week erop weer knallen. Nee, zeker niet. Je wordt vandaag... Ja, ben ik de main de kern act? En ja? Jij wordt de main act, ja. Ja? Geen George voor mij? Ja. Geen George na mij? Nee, ook niet. Nee. Ah. Nee, de hele video draait om jou, jongen. Laten we het dan ook gewoon maar echt om jou laten draaien. Vette, vertel even, hoe gaat het nou echt met je? Ja, met mij gaat het echt goed, jongen. Ik ben echt gewoon een beetje moe, maar ja, voor de rest gaat het goed. Moe? Ja, ik sliep echt heel laat. Ik was echt tot heel laat serie kijken. En toen was er iets spannends op tv met golven. En ik moest dat gewoon even afkijken. Dus ik dacht van ja. Boy, dan maar een keertje wat minder slaap. Maar was Rory McIlroy weer bezig? nee. Wel ander, maar Rory was niet bezig helaas. Je hebt fucking veel Rory, pakketten al. Rory Rockers? Wat een gek. Ja, die heb ik daar staan voor Team of the Year. Heb ik nog wat dingen staan. Maar... Ja? Ja. Geks, hè? Maar je mag nu gewoon alles openen wat we nu op ons pad krijgen. Ja? Ja. Ga even naar je rivals. Ja. Dat was eerst je moet rivals even niet te snel doorklikken. Ik wil untradable. Oké. Heb je 100k pakket op de ultimate? Ja. Ja. Untradable, hè? Deze. Ja. Oké. Alsjeblieft, jongen. En die wil je ook nu openen? Ja, open maar gewoon. Weet je, ik zat ineens te denken. Ja, ik kan alles gaan bewaren tot iemand hier. Maar dan heb ik 10 packs, 20 packs, 30 packs. Pak je hem nog niet. Daarom. Je moet gewoon geluk hebben. Precies. En je kunt je kansen wel vergroten. Maar ik wil nu ook door, weet je wel. Ik wil nu ook dingen packen. Misschien pak je... De kans is groter dat je nu een headliner packt. Een goeie. Ja. Dan dat je straks een team of the year packt. Maar welke zijn nu die van de rivals? Of waren die andere ook rivals, denk je? Ja, al die dingen zijn... Open gewoon 2 megapacks en 2 ultimate packs. Doe je dingen, man. Oké. Ja? Komt-ie, jongen. Oké, jongen. Jij bent goed bezig in je leven. Jij ook, jongen. Speciaal voor jou hier een walkout. Kijk. Ja? Maar, niet eens woorden. Die megapacks zijn ook altijd slecht. Ja, die zijn mega slecht, jongen. Dat is niet normaal. Ze noemen het, ze geven het allemaal mooie woorden. Alles naar de club, jongen. Alles naar de club is untradable. Ja, rustig, ja. Rustig. Nee, je bent niet wakker. Ik zie het al. Je bent niet wakker. Tranquilo, jongen. Het komt allemaal goed, jongen. Wacht, niet doen. Nee? Je moet eerst even kijken of die misschien tradable in mijn club zit. Kijk, zie? Ja? Ja, tuurlijk. Oh. Hier, kijk. Nou, die mag je wegsturen. Man. Ja. Moet je bewaren dat om in je club dan? Van die meukdingen. Voor SBC's gewoon. Oh. En is het gewoon zonde, joh. Het is gewoon zonde. Je bent ook zo iemand die dan een heel brood koopt op dinsdag. Ja. En dan neemt hij 2 sneetjes en dan gooit hij woensdag bijna het hele brood gewoon weg omdat het droog is geworden. Ja. Hé, hey, Joe Gomez. Ah, is niets meer waard, hè, helaas. Ja, 17k's. Maar, hier, kijk. Hoppa. Heel goed, jongen. Jij leert snel. Kijk, hoppa, jongen. Hier, hoppie. Kijk eens aan, jongen. Nee, maar ik gooi inderdaad... Ik koop elke 2 dagen of elke dag bijna vers brood, ja. Ik vind dat brood wat daarvoor ligt, dat vind ik smerig. Ja, dat... Ja. Ik vind dat zo vies oud. Hier, een walkout, jongen. Ik vind dat zo gaat vies droog brood, jongen. Ja, nee, tuurlijk. Ik ook, dat snap ik. Harry Kane. Ja, lekker. Dat is lekker. 88. Dat is goed, jongen, dit. Ja, dat is goed. Niks goed. Waard helaas, maar goed voor de SBC's. Nee, dat is perfect. Okay. Ja, dat is heerlijk. Dat is goed, 12 dubbele. Yeah. Oké, laat bij maar even. Ja, oh man. En dan is het nu tijd. Ja, volgens mij, Elite 2, maar volgens mij, bij de vorige keer dat ik Elite 2 haalde, kreeg ik juist een keertje geluk. Ja, dat was altijd. Toen had ik toen Son of zo, player pick.
Je moet ook altijd gewoon wat minder presteren, dan word je beloond. Ja? Ja, jij kreeg toen ook in één keer Neymar toen je goud 2 had. Ja, klopt. Ja, doe ja, maar. Ja, komt ie, jongen. Ja, de player picks boeien echt helemaal geen kut, maar dit is best lekker. Maar ja, daar heb je ook uiteindelijk niks aan. Maar we kiezen nee, wel. Maar doe maar naar vast. Je gaat toch lekker in die upgrade, jongen, hè? Lekker. Nee, dat ga ik niet meer doen. Daar heb ik van geleerd. Ja, ga je niet meer doen? Nee. Jammer. Nou, niet als ze zo hoog rated zijn. Dan moet je ze gewoon in andere SBC's knallen. Oh, wat zonde had ik net een 87 moeten kiezen. Wie had je altijd zien, ja. Wie had je net dan als 87? Parejo. Ja, jongen, nu kies je Thomas. Ja, kijk maar. Thomas Party. Oké, jongen, voor jou nog een keer Parejo, ja? Komt-ie. Ja, dat zou chill zijn. Alsjeblieft, jongen. Hier, Sahavi. Oh. Sahavi. De enige echte Israëliër. Ja, wat ga je nu zeggen? Ja. Precies. Je moet op mijn woorden letten. Oh. Je moet op je woorden letten, ja. Ik moet echt op mijn woorden letten, ja. Anders komen ze achter me aan, jongen. Was dat nou jouw schoonvader, of? Ik denk wel familie van. Ja, hè? Ja. Dat zou heel goed kunnen. Oké, wat heb ik nu? 100k pack maar, hè? 100k en 1 team of the week pakket. Oh ja, tuurlijk. Oh ja. Was ik serieus vergeten. Doe team of the week maar eerst. Ja? Ja. Ja, die is toch kut. Daarom, jongen, goud. Daarom had je beter bij goud 1 kunnen stoppen. Dan heb je lekker 200k pakketjes. Ja, maar het leek erop dat ik het ging halen, hè? Ja, nee, oké, snap ik. Ja. Allerlaatste pot verloor ik nog. Ja, had je niet gestreamd, of wel? Jawel. Ja? Niet gestreamd. Ik ben 4,5 uur lang live geweest. Oh, ik probeerde het namelijk die middag nog op te zoeken. Ik deed dit trouwens dan. Maar... Ja, heel slecht trouwens, ja. Ik had het nog geprobeerd. Wat die middag? Maandagmiddag bedoel je? Ja, maandagmiddag probeerde ik het op te zoeken. Omdat je zei van, ik had zo'n zieke laatste pot-app die nacht. Of Ja. Ah, ja, had je gewoon kunnen vinden. Oh ja, ik zie het, ja, nu. Fuck. Oh, heel raar. Oké, jongen, kies er hier maar eentje van. Ja, doe ik. De middelste. Dat gaat geluk brengen. Ik hoop het, jongen. Laatste packie. En dat is meteen de afsluiter van de video. Het zijn wel borden. Vette, ik wil je bedanken. Ik ga straks even kijken naar mijn team. Maar dat zien jullie morgen in de video van morgen. Wat we met ons team gaan doen. Donnarumma, niet slecht. Ik heb veel van jullie reacties gezien. En die ga ik nog even heel goed bekijken onder de video van gisteren. Waarin ik die Firmino SBC heb voltooid. En dan gaan we even kijken wat we gaan doen. Vette, bedankt. Ik mag je allemaal naar de club sturen. Of die eerste naar de lijst misschien. Doe jij het maar, jongen. Kijk, jij bent hier zo handig in. Jullie bedankt voor het kijken, jongens. Vergeet je niet nog even te abonneren. En check ons gezamenlijke kanaal, De Veteranen. Want dat is belangrijk. Er komen leuke video's. Onder andere de Squad Builder Battles. Tot ziens. Vaarwel. Tot morgen, jongens. Adios. Bye bye. Ciao.